De assembleevergadering die voor vandaag was uitgeschreven is niet doorgegaan vanwege een gebrek aan quorum. Er zijn minimaal 26 leden nodig om rechtsgeldig een vergadering te kunnen starten. Echter hadden slechts 23 coalitieleden de presentielijst getekend. Vicevoorzitter Deo Sharman was ontstemd over de situatie. Helaas geen quorum, dus ook geen openbare vergadering. Ik wil bijvermelden dat uitlandig zijn de twee leden Gayadin en Mohan. En ik denk dat ik de naam van Ram Sukul niet heb gehoord, maar die heeft de presentie. Hij is er ook, hij heeft de presentie getekend. Het waren vooral leden van de coalitiepartijen VHP en ABOP die de presentielijst hadden getekend.